De papieren veerkaartjes van Rivier worden 13% duurder met ingang van het nieuwe jaar. Wie zijn tickets online aanschaft via de Rivier-app, die blijft hetzelfde betalen. Er is een 13% prijswijziging vanaf 1 januari. Waarvoor is daarvoor gekozen? Nou ja, sowieso worden wij geconfronteerd met 3% vanuit de BTW, hè, dus vanuit de overheid. Dat is voor ons niet beïnvloedbaar. We gaan van 6 naar 9% BTW. Daarnaast hebben wij vanaf 2014 hebben wij de tarieven niet verhoogd, zelfs verlaagd in 2014 op onderdelen. En was het nu tijd om de tarieven weer eens tegen het licht te houden en aan te passen. En omdat wij niet jaarlijks stijgen, doen wij het in één keer en er komt 10% uit, is 13%. Daarentegen hebben wij gezegd, het contante geld bij ons wordt steeds duurder. Je zit met veiligheid, je zit met milieu. En we hebben een app en we hebben een website. Dus wij stimuleren de mensen om vooral op onze app en op onze website de kaartjes te gaan kopen. Wat voor ons handiger is, goedkoper is, veiliger is. En daar blijven ze dezelfde prijs betalen, alleen de kaartjes aan boord. Dus die je aan boord koopt, die worden duurder, 13% duurder. Gaan de kaartjes, de echt papieren kaartjes aan boord, verdwijnen? Uiteindelijk zullen die gaan verdwijnen. Je ziet dit natuurlijk overal. In het openbaar vervoer kan je ook niet meer contant afrekenen. Pinnen op straat wordt steeds minder. Postbussen worden steeds minder. Dus ja, we gaan de kant op van digitalisering. En wij liepen daarin al een eentje voor. En we proberen nu nog een stap te maken door de mensen echt te stimuleren. Wil je het voordeel? Download onze app of bestel het kaartje op de website. Natuurlijk realiseren we ons dat er daardoor mensen wellicht in de problemen komen en tot ze wallen schip zullen vallen, maar die mogen ons bellen en daar gaan wij een passende oplossing voor zoeken. En desnoods maatwerk, maar wij zullen die mensen niet laten vallen en altijd proberen te helpen. Want hoe makkelijk is het om aan die app te komen? Nou ja, dat is heel makkelijk, want je downloadt hem en je hebt hem staan en je kunt er je kaartje inkopen. Maar alle informatie komt erop binnen, de dienstregelingen staan erop, je wordt bij stremmingen word je geïnformeerd erop. Het is gewoon heel handig, je hebt alles in je broekzak. Dus voor de gebruiker een stuk makkelijker als dat contante geld op zak? Ja, voor de gebruiker ook zeker een stuk makkelijker, want ze worden aan boord gescand en het is klaar. Je hoeft nergens meer rekening mee te houden. En het is gewoon de toekomst. We zien het overal.